Hoi Jens. Goedenavond. Hoi, goedenavond. Ja, beetje bijgekomen naar gisteren? Ja, moet wel, hè. Ja, hoe was het voor jou om te scoren? In de klassieker? Ja, goed, het was mijn eerste in de klassieker. Dus dat was sowieso voor mij lekker. En het was ook lekker om weer een keer belangrijk te zijn voor het team. Want dat is dit jaar nog niet zo heel veel gebeurd. Nee, we zeiden dat Jean-Paul zei terecht voor mij eerder in de uitzending. De laatste keer dat je in de baas stond, gaf je assist op de 1-0. En ja. Ja, nu weer een treffer. Wanneer hoorde je dat je ging spelen? Dat was eigenlijk 's ochtends. Om een uur of, wat zou het zijn, 11, 10, 11. Nou, dat is wel heel kort voor de wedstrijd. Oké, okay. Ja, dat is heel kort. Ja. Was je verbaasd? Verbaasd. Ik was meer verrast, denk ik. Ja. Ja, iedereen weet dat ik niet heel veel heb gespeeld. En ja, er zijn toch een aantal jongens die veel de voorkeur krijgen. En als je er dan opeens een keer bij staat, dan is dat wel even verrassend, maar wel lekker natuurlijk. Ja, legt dat ook dan indirect gelijk heel veel druk op jou als je dan eenmaal in de basis staat? Gisteren had ik daar geen last van eigenlijk. Ik wilde gewoon mijn ding doen en laten zien dat ik dat ik belangrijk kan zijn. En ik denk dat de eerste helft wel aardig is gelukt. Ja, een 5-3-2 systeem. We hadden het hier over op een 5-4-1 systeem, een 4-1-4-1 systeem. Wat speelden jullie eigenlijk gisteren? We probeerden in balbezit 4-3-3 te spelen. En eigenlijk als Ajax de bal had, wilden we een extra middenvelder om een blok te vormen. Dus verdedigend speelden we eigenlijk 4-4-2. Oké, nou, die hadden wij nog niet opgenoemd allebei. Dankjewel Jens. Hoe is dat voor jou om in zo'n systeem te voetballen? Die positie heb ik vorig jaar natuurlijk in het begin bij Feyenoord heel veel ingevuld. In balbezit was het voor mij niet nieuw. En het 4-4-2 systeem heb ik eigenlijk bij Utrecht gespeeld. Dus dat was ook niet nieuw eigenlijk. Nee, dus eigenlijk is het die ommekeer die is gekomen voor Roda uit. Toen speelde je niet in de basis. Is eigenlijk wel in het voordeel van jou? Ja, voorlopig nog wel. Maar morgen kan het zoveel anders zijn, hè. Ja, nee, maar hoe is dat? Neem eens mee. We hebben het aan het begin van de uitzending over gehad. Op een gegeven moment komt er een verandering van spelsysteem. Hoe is dat voor een spelersgroep? Staat iedereen daarachter? Wat vind je daar zelf van? Ik heb wel het gevoel dat iedereen erachter staat. En je ziet aan de laatste twee wedstrijden ook dat het effect heeft. Dus ja, ik kan er wel niet achter gaan staan, maar het heeft effect. En het spel is nog niet fantastisch, maar er staat weer een team en er staat weer een blok. En ik denk dat we even terug naar dat moesten om weer vooruit te kunnen. En het resultaat was gisteren niet goed. Maar goed, we hebben wel laten zien dat we er weer staan, zeg maar. Ja, even iets anders. Ja, wat je zei, ja, ik heb dit seizoen nog niet heel veel belangrijke dingen kunnen doen voor Feyenoord. In de winterstop scheen er heel veel belangstelling te zijn voor jou vanuit Duitsland, Hoffenheim. Hoe concreet is dat geworden? Sorry? Ik zei, je hebt nog niet heel veel belangrijke dingen dit jaar kunnen doen voor Feyenoord. In de winterstop scheen er interesse te zijn. Er komt hier ook een Twittervraag voorbij van Hoffenheim. Hoe concreet is dat geworden? Ze waren concreet. Tenminste, niet bij Feyenoord zelf, maar ze hebben zich bij mijn zaakwaarnemer gemeld of er de mogelijkheid was om mij te huren. Maar eigenlijk was Feyenoord vrij resoluut en vonden nog dat ik belangrijk kon zijn voor het team. En voorlopig pakt het ook goed uit. Dus ik ben wel tevreden. Ja, ben je dan wel tevreden? Ondanks dat je nu pas, nu krijg je weer een kans. Het is mede, in ieder geval wat wij lazen, omdat Gustafsson ziek was. Voel je het vertrouwen dat je dit jaar nog een hele belangrijke rol gaat spelen voor Feyenoord? Ik moet zeggen dat de wedstrijd van gisteren mij wel een boost heeft gegeven. Natuurlijk, ik ben heel teleurgesteld als je niet speelt. Dat was ik ook. Maar op een gegeven moment heb ik wel de knop omgezet en ben ik keihard gaan werken. Zodoende mijn kans af te gaan dwingen. Nou, gisteren was hij er en ik denk dat ik hem redelijk gepakt heb. En nu staat de trainer wat hij verder gaat doen. Ja, wat zei de trainer tegen jou na afloop? Praat hij er dan over met je of in de nabeschouwing? Vandaag hadden we dan een vrije dag. Maar in de nabeschouwing ging het meer eigenlijk over het team, zeg maar, over het collectief. Hij zei dat we niet hadden hoeven verliezen als team en dat we er in ieder geval weer stonden.
En ja, dat we nu hierop moeten voorbeduren eigenlijk. En, maar feit is wel dat wij nu snel resultaat moeten gaan halen. Ja, want dat lijkt me wel iets, Jens. Afgelopen woensdag, nou ja, ik zal maar netjes zeggen, het zag er niet heel lekker uit toen ik de wedstrijd zat te kijken. Jullie winnen daar wel. Gisteren, nou, spelen jullie een stuk beter. Is het resultaat er niet? Ja, hoe ga je er nou voor zorgen dat beide dingen gaan kloppen? Waar ligt dat aan? Ja, waar ligt dat aan? Dat is best wel moeilijk. Ik denk dat er nu in ieder geval naar een oplossing wordt gezocht. En ja, dat het wel effect heeft. Maar als wij komend weekend weer zo slecht spelen als vorige week woensdag en we halen de 3 punten, denk ik dat wij als team daar gewoon heel blij mee moeten zijn. Ja? En het meest ideale is natuurlijk ook dat je nog goed gaat voetballen. Maar ja, wat ik zeg, op dit moment is het resultaat wat belangrijker, denk ik. Ja. Het is wel mooi om te horen dat het bij jou ook pijn aan je ogen deed afgelopen woensdag. Toen je op de bank zat. Bij mij? Ja, of niet? Nou, pijn aan mijn ogen. Ja, goed, het stond als team heel goed. En, ja, maar ja. Dat het voetballen niet... Laten we eerlijk zijn, Jens. We kennen jou echt als een echte pure voetballiefhebber. Ik denk niet dat jij ook lekker, 120 minuten lekker hebt genoten op die bank. Nou, je bent ook nog ingevallen, maar... Nee, we begonnen wel, vond ik. En ja, later zie je dat het ook een beetje weg hebt. En dat heeft vast en zeker met vertrouwen te maken. Ja. En ja, het is hopen dat het snel terugkomt. Want we kunnen allemaal heel goed voetballen. Dat hebben we wel laten zien. Ja, tot slot. Het seizoen nu nog 3 maandjes. Zijn het ook cruciale 3 maanden voor jou voor je Feyenoord carrière? Voel je dat zo? Dat als je de komende 3 maanden weinig voetbalt, dat misschien wel het boek Feyenoord erop zit voor jou? Ik ben er eerlijk gezegd nog niet echt zo mee bezig. Ik ben eigenlijk helemaal niet mee bezig. Jij brengt het nu ter sprake, maar... Nou, neem ons dan even mee waar je wel mee bezig bent, Jens. Je zit zo na te denken. Waar ben je de komende tijd wel mee bezig? Met de kleine, denk ik. De kleine? Oh ja, die heb je net op bed gelegd. Daar hoef je niet meer op te letten, toch? Ja. Nee, goed. Ja, tuurlijk, je wil zoveel mogelijk spelen. En als ik nu de tweede seizoen zelf weer weinig speel, dan moet je misschien gaan kijken voor een oplossing. Want wat je net al zei, ik blijf wel voetballiefhebber en ik wil gewoon graag spelen. Ja, want je zei tegen ons nog bij de kerstshow, hè? Je voelde je, wat was het ook weer, de kampioen van de maandagavond? Ja, hij is tegenwoordig weer maandag vrij, dus fijn. Ja, nu kan hij weer op de kleine passen op de maandagavond. Zal de kleine ook wel fijn vinden. In ieder geval heel veel succes, Jens, komende tijd met Feyenoord. Wij als liefhebbers hopen dat het ook, dat naast dat het jullie punten op mag leveren, dat het ook als een verwennerij voor de ogen mag worden, Jens. Dat hoop ik ook. Okay. Dankjewel en jullie nog een fijne avond. Dankjewel, Jens. Oké. Hoi.